dat jullie schreef, het prachtige rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den Evenaar als een gordel van smaragd. Langs dien smaragden gordel nemen wij u mee. Hier en daar een gleed, een gebiedsdeel, een groep mensen, een vluchtig deel, maar altijd juist genoeg om een indruk te krijgen, om een indruk te houden van ons land aan de overzijde. Pas op de kaart van Europa Nederlands-Indië af en gij kunt u een denkbeeld vormen over de afmetingen hiervan. 2.220.000 vierkante kilometer, 64 miljoen inwoners in 1930, thans uitgebreid tot 70 miljoen. En daarvan slechts 240.000 Europeanen, waarvan rond 100.000 uit Nederland afkomstig. Dat is Indië. Een onmetelijk gebied, met oude Javaanse cultuur naast het primitieve animisme van Nieuw-Guinea. Een gebied dat zich in de 40 jaren van deze eeuw sneller en voortvarender ontwikkelde dan ooit tevoren. Indië werd een modern land, zowel wat betreft handel en verkeer, onderwijs, hygiëne, volksgezondheid en sociale maatregelen, als bestuursvoering. Nederlands-Indië. We gaan op reis van Holland naar Indië. Als de tros wordt losgesmeten, zo gaan er zo velen, met een traan in het oog en een prop in de keel. En als zij na 5 of 6 jaar met verlof terugkeren, dan heeft en houdt Indië hen vast, omdat zij groeide naar Indië, zoals Indië groeide tot hen. De uiteindelijke saamhorigheid tussen Oost en West. We zijn in volle zee. In de golf van Biscayen. Het is er woelig, maar het moderne schip kan er tegen. We varen langs Kaap Sint-Vincent, symbool van eenzaamheid en verlatenheid. Afrika komt op ons af. In 1 nacht bereiken we Tanger, eertijds het internationale conglomeraat, de merkwaardigste stad van dit deel van Afrika, schilderachtig, vuil, rommelig, met kleine, nauwe Arabische kronkelstraten. Verder gaan we. Langs Gibraltar, even een flits van de rots der rotsen. En dan de golf van Lyon. Onze boot vaart langs Marseille. Ginds op de achtergrond de Notre-Dame de la Garde. Vanaf de toren genieten wij van het panorama.
en weer verder langs het Château d'If. Wie herinnert zich de graaf de Monte Cristo niet? En daarna langs de Riviera. We steken over naar Algiers, Noord-Afrika, het land van de woestijnen en de woestijnbewoners. Even door Algiers, door de Arabische wijken en nauwe straten met hun winkeltjes. Een blik op de woestijn, met de eindeloosheid van de horizon. We bereiken Egypte, het roerigste deel van dit nabije oosten. Hotelbootjes omzwermen het schip. Zoals deze lieden kunnen schreeuwen, zoeken niemand anders het ter wereld. Port Said, een door zon begrensde hel, zoals Kipling deze stad doopte. Zelfs de kermis toont er haar laatste stuiptrekkingen. Zo behandelt men in Egypte de fijne was. De grote schepen varen het kanaal van Suez binnen, langs het beeld van Ferdinand de Lesseps
de geniale schepper van het kanaal. Komt de boot op een gunstig tijdstip aan, dan kan een trip gemaakt worden naar Caïro. We bezoeken de piramiden. Wolken schaduwen over de eeuwenoude koningsgraven. Zoals zoveel voor ons komen ook wij onder de indruk van de raadselachtige Sphinx. We zijn weer terug aan boord, varen door het Suezkanaal, langs de posthuisjes met hun hoge signaalmasten en het laatste wat we van het land zien voor we de Rode Zee invaren is Suez. We hebben reeds de Indische Oceaan achter de rug en naderen Ceylon. We varen de haven van Colombo binnen. Het beroemde Gold Face Hotel. En hier gaan de eerste rickshaws, wagentjes met menselijke trekkracht. De oude Hollandse kerk, anno 1749. Het loont de moeite om van Colombo uit het binnenland even in te gaan. Het eerste contact met het Verre Oosten. We gaan naar Kandy, waar we de tempel van de heilige tand zien. En de Bootri-tempel. Zelfs binnen de heilige muren wordt de vreemdeling niet geweerd. En hier gaan de olifanten baden, die in dit land trek en werkkracht betekenen, en die, net als wij allen in de tropen, het bad als een weldaad beschouwen. Verder gaat de reis en dan bereiken we Nederlands-Indië. Sabang, een stichting van Van Heuts, met nog slechts geringe betekenis als kolenstation.
Langs Sumatra's westkust bereiken we Singapore. Waar een ieder altijd stuivertjes en dubbeltjes overboord gooit om de inlanders ernaar te zien duiken.